CM-circuit hier in een nat, nat Zandvoort. Maar we hebben de CM Circuit Challenge. Eerder hebben jullie gezien dat er natuurlijk BN'ers met me meereden. 270 km per uur hier over het rechte stuk heen. En bij CM dachten we nodigen nog een paar winnaars uit die het ook mogen doen. Nou, winnaar nummer 1, kom maar binnen. Goedemiddag. Wat ga je doen? Ik ga rekenen. Je gaat rekenen? Ja, ik heb een rekenopdracht gekregen, net als op school vroeger. Nou, dat komt goed. Zeker. Ik zeg gas erop. Volgast, start, finish. We gaan hard op rekenen, hè, als je wil. Ja, 6 keer 13, 6 keer 10 is 60. 3 keer 6 is 18. Schrijven gaat ook niet zo lekker zo, hoor. 723 min 557. Ja, tuurlijk. Je moet me een beetje helpen, hè. Ja, ik ben even bezig, dus je nog 3, kom op, we hebben nog 3 bochten te gaan. Ja. Dat is 1 per bocht. 43. Kom, dit was de arena. Hier was het gedeelte met die helemaal met die oranje rook, weet je nog? Oh ja, ja, ja. Ja, de mooi. Eerste CM Circuit Grand Prix in Nederland. Lekker glijden. Laatste bocht. Hoe kwam start finish? Ja, ik heb er eentje, heb ik er niet. Ik vind het knap dat je hebt ingevuld. Schrijven was ook best lastig. Wel, de jury gaat hem checken en op naar de tweede winnaar. Als challenge ga ik het Wilhelmus zingen. Succes! Het Wilhelmus, je kent het uit je hoofd? Ja, het is een stukje. Echt waar? Ja, daar komt hij hoor. Daar komt hij, het Wilhelmus. Terwijl we hand op de borst, hè? Hand op de borst. Ja, jij niet? Ja, ik hou mijn handen even aan het stuur. Ja. Wilhelmus van Nassau, ben ik van Duitse bloed. Nou, dat gaat wel aardig. Den wacht ik van getrouwen, blijf ik tot in den dood. En prinsen van Oranje, blijf ik vrij omver. Ongedeerd kan ik beter zingen. De koning van Spanje heb ik altijd geëerd. Ja, ik weet niet hoe hij het gedaan heeft. Hij heeft het Wilhelmus gezongen. Heel knap. Ja, dankjewel. Ik zat er lekker in. Ga lekker af en ogen. Is goed. Op naar de volgende winnaar. Ja, ik ben Dave Verhoef en ik kom even een lekker stukje muziek maken bij je. Oh, nee, ik zet mijn helm op hoor. Nou, wie mooi tetteren? Zeg hem op, gast erop. Kan ik beloven. En we gaan trompetteren. Dat was een heel klein scheetje, was dat. Die weet naar de tandarts moeten. Challenge complete. Ik dacht dat het Formule 1 motor heftig was, maar ik hoor niks meer. Trompettert! Goed gedaan, man. Heel lekker afdrogen. Dankjewel. Zo, dat was weer een aardig ritje. Ik zeg op naar de volgende winnaar. Ik ben Shamaya en ik ga me proberen te schminken. Mij schminken? Nee, mij. Oh. Mijzelf, ja. Oké. Okay. Nou, kom op. Stap in. Schminken. Nou, we zijn op het circuit Zandvoort. En er wordt geschminkt naast mij. Ik ben heel benieuwd hoe dat eruit gaat. Oh. Hoe gaat het met de schmink? Heb je iets van het circuit al gezien? Ja, ik doe mijn best. Ik ben heel benieuwd hoe het eruit ziet. Oh, je gaat als fan, als een Nederlandse vlaggetje op de wangen. Ja, wat leuk. Even schuin hangen. De challenge completed! Zo, op naar de volgende. Heel benieuwd welke dat is. Ik heb het Wilhelmus gehad naast me, een trompet in mijn oor getet, het schminken net. Kijken wat de volgende winnaar in petto heeft. Kom erbij. En wat ga je doen? In de komende 2 rondjes alle 70 wereldkampioenen Formule 1.
Alle 70 wereldkampioenen? Ja, van 1950 tot 2020. Weet je alle kampioenen uit je hoofd? Dat weet ik uit mijn hoofd, ja. Ik zeg Rob van Rameren iets hard uit bij Zingo. Kom maar, stap in. Oké, wie werd er 1960 wereldkampioen? 1960, Jack Brabham in zijn eigen auto. Hij was in 1959 de eerste wereldkampioen. Die met zijn eigen auto, met zijn eigen geconstrueerde auto wereldkampioen was. Wie was in 1974 wereldkampioen? Emerson Fittipaldi. Emerson Fittipaldi, tuurlijk, die wist ik. 1991. 91 was er voor de Ayrton Senna. Wie was de wereldkampioen in 1957? In 1957, Vans Joop. Hij weet het allemaal gewoon. Ja. Oké, wie was de wereldkampioen in 1981? Mijn geboortejaar. 81, Nelson Piquet. Oké, wie was de kampioen dan in... Oh, geweldig. Driften. Oh. Oké, 96. 96. Ah, Damon Hill voor Williams. Nadat hij dus in 94 en 95 door Schumacher in de luren was gerecht. Wow. Ja. En 2002. 2002, dat was Schumacher. 76. 76, ja, dat was het jaar van Hunt en Lauda. Ja, de 1999. De challenge is bijna voorbij. 3, in de 98, 2, 99, 1. Mika Hakkinen. Ja. Wat knap. Hij wist gewoon alles. Dan zeg ik, moet checken of het allemaal klopt. Ik vond het onwijs genoeg. Ik zie zo nog even. Groetjes. Ja, dat was een mooie. Op naar de volgende. Ga proberen een paar circuits na te tekenen. Een paar circuits na te tekenen? Eentje. Om laten te we beginnen bij Zandvoort, ja. Bij het CM-circuit. Ja. Oké, okay, stap in. Hoppa. Leuk hè, die hoogteverschillen. Kan je die ook tekenen? Nee, dat loopt niet mee. Wow. Kijk eens joh. Oh nee, ik kan niet tekenen en kijken tegelijk natuurlijk. Wow! Heb je nou getekend, joh? Ja, het lijkt nergens op, hè? Het lijkt nergens op, Robert. Het is echt super slecht. Ik weet, welk land is dat? Staat het wel op de kalender? Nog niet. Hij staat nog niet. Hij staat nog niet op de kalender. Je hebt nog een paar honderd meter om de challenge te completen. Nou, ik teken hem een beetje af, goed? En dan zijn we over start-finish. En 3. 2, 1, CM Challenge! Woehoe. Ik ben heel benieuwd. Het idee was dat er Zandvoort, het CM-circuit Zandvoort, werd nagetekend. Ik weet niet of dat helemaal gelukt is. Het is niet helemaal gelukt, maar eigenlijk helemaal niet. Het lijkt meer op Hongarije. Ik wou net zeggen, dit is Hongarije. Maar, ja, maar ik heb mijn best gedaan. Dat is het belangrijkste. Ja, dankjewel. Thanks. Alright, op naar de volgende. Ja, hi, ik ben Ruben en ik ga proberen te jongleren. Oh, die vind ik leuk. Kijken of ik er nog kan. Ja, lekker. En jij gaat dat doen in de auto? We gaan het zien. Met 270 km per uur. Gas erop. Ja, ik weet niet of het gaat lukken hoor. Oh, oh. Ongelooflijke mooie bochten. Kijk even hier, hoe hoog is dat dan? Je hebt hier een soort van rechtstuk, kan je het even doen? Ja. 1, 2. Nee, ja. Oh, dit is vet man. Niet te doen, gaan? Dit is niet te doen. CM-bochie? Oh ja, het CM-bochie. Oké, we zijn bijna nog twee bochten te gaan. 3, 2, dit is niet te doen, joh. 3, 2, 1. Nou, laat maar zitten, joh. Yo! Hij is de hele auto aan het zoeken, die ballen. Heb je ze alle drie nog? Ze lagen overal, joh. Kan je het überhaupt wel? Doe het eerst voor. Eigenlijk niet. Oh, nou ja, volk in de auto lukt het niet helemaal. Maar. Nou, dit was hem alweer, de CM Circuit Challenge. Zoveel aanmeldingen, zoveel enthousiasme. Mochten jullie nou ook interesse hebben, hou de socials van CM in de gaten. En ik ga zelf nog even een stukje rijden. Het is toch wel heel leuk, dit. Let's go. Are you ready?